en 7. Weesinrichting Neerbos. Johannes van het Lindhout en zijn vrouw Hendrina Sipman stichtten in maart 1863 een weeshuis. Zij huurden hiervoor aan de Lange Brouwerstraat in Nijmegen een pand. In 1865 liep het aantal wezen al op tot 70. Er ontstond behoefte aan meer ruimte. Twee vrienden schonken in 1866 een groot stuk grond in Neerbos aan Johannes. De weesinrichting Neerbos was geboren. Met een eerste gift bouwde Van het Lindhout in 1867 het eerste huis, het Meisjeshuis. Een meisjeshuis, omdat het terrein op ruim een uur lopen van Nijmegen lag en dat alle oudere jongens, die ambachtsonderwijs volgden, hierdoor bleven wonen op de oude locatie. Maar al spoedig, door de vele donaties, ontstond er een heel dorp, gebouwd door de wezen onder leiding van hun leermeesters. Het dorp, dat op het hoogtepunt tientallen hectares groot was, telde een kleine 50 gebouwen. Er stond onder andere een wasserij, een bakkerij, boerderij, drukkerij, timmerwinkel, een ziekenhuis en een begraafplaats. In 1879 besloot het bestuur tot de bouw van een nieuwe kapel. In dat najaar zong het Zang- en Muziekgezelschap der Wezen hiervoor 8000 gulden bij elkaar. Met het oog op eventuele overstromingen bouwden de wezen de kapel op een terp. Hierdoor ontstond er ruimte voor een eetzaal en opslag van levensmiddelen. In 1882 was de wezenkapel geboren. In de kapel staat een indrukwekkend orgel met 1456 pijpen. Het was een geschenk van oud wezen. In 1892 liepen er op het terrein meer dan 1000 kinderen rond. Het was een van de grootste instellingen van Nederland. Het bijzondere was dat er zowel jongens als meisjes woonden, zodat broertjes en zusjes samen opgroeiden. Rond hun 20ste jaar, als de weeskinderen een vak goed beheersten, trokken zij met een uitzetkist de wijde wereld in. In die kist zat het gereedschap van hun vakopleiding, kleren en een bijbel. De brochure De Weesvader van het Lindhout ontmaskerd uit 1893 ging over verwaarlozing, ondervoeding en mishandeling. Gelukkig bleef van die aantijging niet veel overeind. In 1903 nam de 67-jarige weesvader Johannes na 40 jaar afscheid. Hij overleed in 1918 en werd naast zijn vrouw begraven op het Wezenkerkhof Neerbos. Hier liggen ook 480 weeskinderen. Tijdens operatie Market Garden in 1944 kwamen er veel vluchtelingen uit Nijmegen. Eind 1944 vestigde een Engelse tankdivisie op het terrein. Dit tot groot vermaak van de kinderen. Bij het 125-jarig bestaan in 1988 was koningin Juliana te gast. In de jaren 90 fuseerden 18 Gelderse jeugdzorginstellingen tot Stichting Lindehout. De Wezenkapel werd in 1999 een museum. Het vertelt het indrukwekkende verhaal van 20.000 kinderen. Maar het was niet altijd koek en ei. Er was alleen eten tijdens etenstijd. Een beetje discipline werd je wel bijgeleerd.